Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan dan verder in Japan, ronde nummer 17 van het kampioenschap en aflevering 60. Als je aflevering 59 in Rusland gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zie je de aflevering verschijnen. En ben je nieuw het kanaal om meer wekelijkse afleveringen van F1 2019, de Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk een belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Japan dus, een prima baan op te rijden, een lastige baan om op te rijden. Ik ben er altijd niet zo goed in. Wel zijn er twee nieuwe updates aan de auto gekomen. Helaas regent het dus, de race. De rivaliteit is zoals gewoonlijk lekker normaal gebleven. Twee wereldtitels. En dit weekend kunnen wij wereldkampioen worden met de constructeurs, met Mercedes dus. Dus laten we de titel gewoon binnenhalen en dit weekend goed finishen. En hopelijk dat Hamilton ook goed finished. We gaan het zien voor de kwalificatie hier in Japan. Welcome to the only figure of eight track on the F1 calendar. We're here at Suzuka for qualifying today ahead of the Japanese Grand Prix. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now and it never gets any easier. Ja, we zijn inmiddels aanland bij Q1. Het is hier flink bewolkt in Japan. Hopelijk dat het in Q3 wat helderder wordt. En dan gaan we hier gewoon onze eerste flying lap in Q1 dus beginnen. Hopelijk onze laatste flying lap in Q1. DRS hier geopend. En in Mexico laat ik alles vervangen van de auto. Dus in Mexico starten we sowieso helemaal van achteren. Maar dat is geen probleem. Want de auto is daar ook heel snel. Maar is Japan dus het land van de reizende zon. Altijd fijn om hier te zijn eigenlijk in de Formule 1. Want de fans brengen de gekste dingen mee. Dat had je misschien wel gezien in F1 2019 met Verstappen. Terwijl we daar even een momentje overstuur hadden. Geen probleem. Paars in sector 1. En dan is het zometeen overstart finish. Kijken waar we dan terecht staan. Perez met een 1.29.1. Onszelf met een 1.27.7. Mooi. You've just put in the fastest lap. Dan laten we hier even een Ferrari voorbij. En Verstappen namelijk. De uitslag van Q1. Onszelf dus naar 1. Weber op een 10e naar 2. En Hamilton op 2/10 op plek 3. Q2 inmiddels. En dat rare geluid, dat is onderdelen van de motor die zijn beschadigd. Maar ik ga hier nog niks laten vervangen. Want als ik hier iets laat vervangen, dan wordt het een hele pijnlijke race. Want inhalen is hier onmogelijk. Trouwens, over inhalen gesproken. Hopelijk dat we Charles Leclerc niet in de weg... hopelijk dat hij ons niet in de weg rijdt. Want inhalen is hier dus onmogelijk, wat ik net zei. Perez met een 1.28.3. Wij zetten zometeen Hamilton met een 1.27.3. Wij zetten een 1.27.6 neer op 3/10. Uitslag van Q2, Hamilton naar 1, onszelf naar 2, Weber naar 3. Maar Hamilton heeft de rest gewoon op 3/10 gereden. Dus daar wordt nog wat. Q3 inmiddels, later van de kwalificatie hier voor de grote prijs van Japan. En hier moet het dus gaan gebeuren. Wij moeten hier dus gewoon op pol staan, niet Hamilton, want de interne strijd met ons is gewoon op het kookpunt. Na Rusland, na Monza, na Singapore. Als je Rusland gemist hebt, even terugkijken, dat is zeker de moeite waard. Kan rechtsboven het i'tje. Maar eerst ook zorgen dat het team weer in evenwicht komt. Dus hier in Japan mag niks fout gaan tussen ons. Anders wordt het, ik denk, een koprollen bij Mercedes. Perez met een 1.28.6. Hamilton met een 1.28.1. Wij zetten een 1.26.9 neer. Mooi. So far, well done.
De uitslag van Q3, onszelf dus naar 1, Verstappen naar 2, Weber naar 3 en Hamilton naar 5. Oh, Hamilton stelt teleur in de kwalificatie. Oké. Ja, jammer. De rivaliteit breakdown met Lewis Hamilton en Lucas Weber, daar winnen we dus beide van. De resourcepunten na de kwalificatie hier in Suzuka zijn er zoals gewoon ook weer lekker veel. Kunnen we op gaan spenderen aan updates aan de auto, wat natuurlijk goed is. Veteran en een sportsmanship, je weet het allemaal wel. Nou, we gaan het hier dus gewoon zien voor de grootprijs van Japan voor Korea aflevering 60. We starten in ieder geval van pole position. We gaan het zien. We're live today from the Mie Prefecture of Japan as we look forward to the Japanese Grand Prix. The 2015 race here was one of only 5 Grand Prix in history to feature no retirements at all. Although with the highly competitive field we have today, I don't expect we'll be repeating that stat anytime soon. We're southwest of the city of Nagoya today at a wet and windy Suzuka circuit. 3.6 miles and 18 corners make up a lap here, with Sector 1 likely to prove especially difficult in these conditions. We should see overtaking into turns 1 and 16 today, and maybe a few Kobayashi-style dives into the hairpin as well. Alongside me to discuss all the action today is Anthony Davidson. Thanks for joining us, Ant. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, the surface looks clean enough, but I'm a little bit worried about the track temperature. It's pretty cool out there, which could give some teams difficulties when it comes to keeping their tyres in the right operating window. The cars out there that work their tyres hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Professor lines up on pole position and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Weber, Vettel, Lewis Hamilton and Leclerc, Perez, Kvyat, Bottas and Carlos Sainz, Butler, Grosjean, George Russell and Kubica, Giovinazzi, Stroll, Daniel Ricciardo and Kimi Raikkonen, Gasly and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. And now it's time to head down to the... Let's go for the win today. Nou, luid en duidelijk, laten we voor de overwinning dus gaan. Het regent hier dus in Suzuka. We nemen wat extra fuel mee voor hard te kunnen pushen. Want het is een lastig circuit. En dan gaan we gewoon beginnen voor de grootprijs van Japan. Voor Korea aflevering 60. De lampen zijn dus aan voor de grootprijs van Japan. We starten naar pole position. Naast ons Max Verstappen. En we zijn onderweg. En het is een moeizame start. Maar we komen tenminste goed weg ten opzichte van de beide Red Bull coureurs. Max Verstappen en Lucas Weber. Weber al gelijk naar plek 2. Maar Verstappen heeft de positie weer mooi terug veroverd. Geen problemen bij de eerste bocht zie ik. Altijd mooi om te zien. En nu is het hier dus weer de race gaan controleren. En dat 27 ronden lang. En ja, er kan hier van alles gaan gebeuren. Want Suzuka is een ingewikkeld circuit. Het regent hier ook, wat het nog erger maakt. Dus we moeten hier heel voorzichtig aan gaan doen. Het gaat er al bijna mis zie ik. Want we raken daar een curbstones en daardoor blokkeerden wij een band om de auto te redden namelijk. En daardoor zit Verstappen er in één keer dichter op. Paars in sector 1. En is het zometeen afwachten wat het gat naar Max is op start-finish. Deze bocht wat wijder nemen dan de rest. Zorgen voor een betere exit. Ronde nummer 3 inmiddels. We zetten de snelste raceronde met een 1.41.3. Verstappen op 1.8 gezet. Daarachter Weber ook op 1.8. Dus hebben we ongeveer 3.6 naar Lucas Weber. Mooi. Iedereen nog heel in de eerste drie ronden van de wedstrijd. Mooi om te zien. Geen uitvallers dus op dit moment. En wij rijden nog steeds lekker aan de leiding op dit irritante circuit. Want dat is het ook. Het is een irritante circuit. Ik vind het echt geen pretje om erop te rijden. Maar we kunnen deze grote prijs niet overslaan. Ja, ik weet het, Jeff. Ik weet dat we wat schade hebben aan de MGU K of H. Laat het erbuiten. Ik focus wel op het heel houden van de onderdelen. Dat lukt mij wel. Jij moet gewoon de strategie bepalen, Jeff, en kijken wat het beste is voor ons. Maar nog steeds een mooie P1 dus op dit moment. Verstappen en Weber naar 2 en 3. Waar zit Lewis Hamilton? Dat kan ik zo even niet zien op de kaart. Ja, die zit achter een Ferrari.
op plek 5. Achter Vettel of Charles Leclerc. Onder nummer 5 inmiddels. We hebben wat moeite met de tractie. Dus dat is wel even een nadeel, maar hopelijk dat dat snel voorbij gaat. En Verstappen is weggereden van Lucas Weber. Oké, dus ik denk dat het gewoon de strijd tussen mij en Verstappen gaat worden, denk ik. Wat is het gat met Max? Het gat is 3.9. 3.9 dus, geen 2.9. 3.9, bijna 4 seconden los van onze landgenoot. En dat moet dus ook zo houden in de race. Dat moet dus ook zo houden namelijk. Dat het lekker groot blijft. Ronde nummer 6 inmiddels. ...4.3 is het naar Verstappen. Daarachter rijdt Weber op 7.7 van ons. En nog geen problemen gehad met de auto of de track limits. Ronde nummer 8 inmiddels. Het gat naar Verstappen is volgens mij groter geworden. 4.6. Mooi, dus we rijden wat weg van onze landgenoot. En dat moet ook zo blijven in de wedstrijd. Deze baan is trouwens een van de irritantste banen op de kalender. Want Jules Bianchi die is op dit punt hier helaas tegen een shovel aangereden in 2014. Helaas is hij te komen overlijden in 2015. Dus deze baan brengt wat gemengde gevoelens met iedereen mee, ook met de echte Formule 1 wereld. 5 seconden is het inmiddels naar Max. Ja, Bianchi, 25 jaar. Een aantal jaren terug overleden. Onder nummer 11 inmiddels. En hij zou naar Ferrari gaan, hè, Bianchi. Maar dat is er nooit van gekomen. Verstappen op 5.7 gezet. En Weber rijdt daarachter. Het is trouwens 26 jaar geleden dat Ayrton Senna is overleden in Imola. 1994, ook een verschrikkelijke crash namelijk. Bij het ingaan van bocht 1 schoot hij eraf. En daardoor is hij te komen overlijden. Het is dit weekend helaas 26 jaar geleden gebeurd. Ja, spijtig. Ratzenberger is op 30 april 1994 overleden. En daarvoor heeft Rubens Barrichello, of Barrichello, een verschrikkelijke crash gehad. Heeft het gelukkig overleden, 30 april 1994. Dus dat weekend was een gitzwart weekend in de Formule 1 wereld. Ja, spijtig. Helaas. Ja. We kunnen alleen maar door met de career mode en er niet aan denken. Gewoon lekker met de career mode verder gaan. Afmaken dit seizoen en dan voorbereiden op F1 2020 de career mode. Waar ik zo graag naar uitkijk. My team career mode. Dan gaan we dan onze eigen team dus managen. En de normale career mode. Ik weet niet wat ik ga uploaden. Ik zie het dan allemaal wel. Maar het is nog 2 maanden ongeveer. Dan komt hij dus aan met de post. Met de post. Ik sprak de thee niet goed uit. Onder nummer 15 inmiddels. En ik heb nog niet besloten om naar binnen te duiken. Mijn team adviseert wel om naar binnen te duiken. Maar dan gaan we dus deze ronde doen. We wachten een ronde later dan gepland. Even terug naar F1 2020. Ja, dan gaan we ook racen op in Nederland. Op het circuit van Zandvoort. Ik ben zo benieuwd hoe dat rijdt. Met de career mode. Dan krijgen we onze eerste echte thuiswedstrijd. Samen met Max. En dat is toch wel heel bijzonder. Ik ben vooral benieuwd naar ik weet niet hoe je dat noemt. Die schuine bochten. Daar komen ze dus inmiddels binnen voor onze stop. We gaan naar de softbanden namelijk. Nog 10 ronden te gaan. Een goede stop. 2.008. En we komen achter Vettel terecht. Banking trouwens heet dat. Banking. Zo worden die bochten genoemd. En daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat rijdt. Ook Vietnam.
gaat dan op de kalender die dus eigenlijk nu niet op de officiële kalender staat, want die is afgelast of uitgesteld door de corona-epidemie. Kunnen we niks aan doen helaas. Maar eerst nog lekker de F1 2019 Career Mode afmaken en dan dus F1 2020. P4 dus inmiddels op de softbanden. Nog 10 ronden te gaan en dan zit deze wedstrijd er alweer op. Ik merk toch wel dat de baan nog wat nat is. Ik heb wat moeite om de auto onder controle te houden. Wat wel nadelig is. En Verstappen heeft een groot gat ten opzichte van Valtteri ten opzichte van Lewis Hamilton. Bottas rijdt niet meer bij Mercedes, want ik rijd dus bij Mercedes. Bottas rijdt bij Williams, die rijdt achter mij op de intermediates. En voor ons rijdt Vettel. Ook om de inters. Rood, paars, paars. Verstappen en Hamilton zijn dus naar binnen gedoken. Voor een setje soft. En nu nog 9 ronden vol zien te houden. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. Dus nu nog alleen het hoofd koel zien te houden. En dan weer een wedstrijd winnen. En dan zijn wij ook officieel constructeurskampioen. Het maakt niet uit of wij de snelste race op het punt niet pakken of wel pakken. Wij zijn er gewoon constructeurskampioen. Voor de tweede keer in F1 2019 pakt Mercedes dus de constructeursbeker. Want in seizoen 1 wonnen ze hem namelijk met Lewis Hamilton die dus kampioen werd. Paars, paars, paars. Altijd mooi om te zien. Tot nu toe de snelste raceronde 7.2 is het gat naar Verstappen. En dat betekent dat wij nu een punt extra krijgen. En we moeten het gewoon zo volhouden. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. En dan kunnen we ons voorbereiden op Mexico. Waar wij in ieder geval van P20 starten. Want we laten daar dus alles vervangen. Wat ik dus al een aantal keren heb gezegd in deze aflevering van de Career Mode. Ronde nummer 19. Nog 8 ronden te gaan en dan zit deze wedstrijd er alweer op. Rood in sector 1. Hamilton naar 3. En Verstappen naar 2. Gat is 6.9. Naar Verstappen. Daarom ronde nummer 21. Ik hoor geen geluid meer. Groen, groen, groen. Maar ik ben het geluid kwijt van de career mode. Ik hoor geen geluid meer van mijn game. Ik weet niet wat er aan de hand is. Verstappen verbetert zich met een 1.33.6. Heel gek dit. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is gewoon stil. Ik hoor gewoon niks meer. Ook niet wat Jeff zegt. Dit is gewoon Formule E inmiddels. De stofzuigers. En Verstappen is in één keer dichterbij gekomen, zie ik. Die heeft het gat dichtgereden. Na die aantal snelle race-rondes die jij heeft laten noteren hier in Suzuka, met nog 4 ronden te gaan, dus het wordt nog spannend tussen ons tweeën. Groen in sector 1, gat naar Verstappen is 19e dus. Ronde nummer 24, Verstappen bezig met een 1.32.3. En daar zit Verstappen dan aan de buitenkant, maar hij kan die aanval niet wagen. We komen wel een achterblijven tegen. Dat is volgens mij een racing point. Ik denk Sergio Perez of Carlos Sainz. Perez rijdt trouwens niet voor racing point. Die rijdt voor McLaren. Of is het een Haas? Dat kan ook. Maakt niet uit. Verstappen nog steeds achter ons. Dus dat wordt nog even billen knijpen en zorgen dat wij die druk niet voelen. Paars in sector 1. Mooi om te zien. Gat naar Verstappen is 14e. En dan moet het nu zo'n lekker kalm aanzien te doen. Gasly is het. Gasly, een haas dus. Geen Kimi Räikkönen, geen Carlos Sainz, geen Lance Stroll. Pierre Gasly dus. Heel gek dat mijn geluid het niet doet. Ik hoor geen geluid gewoon. Extreem gek. Ronde nummer 25 inmiddels. En Verstappen zit er in één keer dichter en dichter op. Dan kan hij hier denk ik een aanval wagen. Want wij besparen op dit moment even alles. En Verstappen zetten we de brutaal ernaast. Wat normaal is hier in deze game. En hij is er voorbij. Maar dan kunnen we hier misschien weer terug aanvallen. Ja hoor, Verstappen blokkeert een band. En daardoor pakken wij weer de leiding terug. Met nog 2 ronden te gaan. Dadelijk nog 1 ronde. Want ronde nummer 26 gaat zo meteen in. Die is dus ingegaan. En nog 2 ronden te gaan in de wedstrijd. Verstappen zit hier dichterop.
Lewis Hamilton zet de snelste race onder met een 1.30.001. Maar we moeten hier wel even alles besparen. En dit is nadelig voor Verstappen die hier tijd verliest. Want hij kan hier niet aanvallen. En dit is even een reset modus voor ons. Om even alles te besparen. En dadelijk weer alles opengooien in de laatste ronde van de wedstrijd. Daar zit dan Verstappen aan de buitenkant. We duwen hem daar wijd. Een hard gevecht met onze landgenoot. Maar een fair gevecht. Want de AI doet hier gewoon precies hetzelfde. Dus dit is gewoon een koekje van eigen deeg. Hamilton had zich nog verbeterd trouwens. Die pakte het zelfs race onder punt. We komen nog een achterblijver tegen. Dat is Lance Stroll. Die ons hopelijk hier niet in de weg rijdt. Dat is de vraag. Rijdt hij ons hier in de weg? Nou Lance, nee, mooi. Paarse in sector 1, altijd mooi om te zien. En Verstappen heeft last van Lance Stroll. En dat geeft ons wat meer lucht voor de leiding in de wedstrijd. Daardoor kunnen wij het nu even rustiger aan gaan doen. En voelen wij geen druk van onze landgenoot. We hebben alles openstaan voor dat snelste race onder punt. Het is eigenlijk niet zo belangrijk, want Lewis Hamilton heeft het nog in handen. Maar een punt extra is altijd mooi meegenomen dus. Ik zie daar nog een paar achterblijvers, maar daar komen we denk ik niet in de buurt. Dat is, even kijken, Kimi Räikkönen die daar rijdt. Maar daar komen we denk ik niet in de buurt. Verstappen kan het niet meer goed maken. 1.4, die heeft heel veel tijd verloren bij Lance Stroll. We komen bij de laatste bocht aan. Wij winnen dus de grote prijs van Japan. We pakken ook de constructeurstitel voor Mercedes. En dat is 2 uit 2 voor de kampioenschappen. Hartstikke mooi. Dan kunnen we nu lekker rustig aan gaan doen voor de resterende races in het seizoen. Prachtig dit. Hartstikke goed. Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, de uitslag van de grote prijs van Japan. Wij winnen de wedstrijd. Verstappen naar 2, Hamilton naar 3. En Magnussen krijgt driver of the day. Hey, het geluid is weer terug. Fijn. Super. En Mercedes is dus wereldkampioen in de constructeurs. Mooi. Super. Heel fijn. De rivaliteit breakdown met Lewis Hamilton en Lucas Weber. Daar winnen we dus beide weer hartstikke mooi van. Resourcepunten na de race hier in Suzuka. Er zijn zoals gewoonlijk weer lekker veel. Kunnen we weer gaan spenderen voor updates in Mexico en Brazilië. En Abu Dhabi. En de Verenigde Staten natuurlijk. Reputatie met mijn huidige team en de andere teams is gewoon gelijk gebleven. Veteran en een sportsmanship. Je weet het allemaal wel. De constructeurstitel is dus van ons. Hartstikke goed. Great work this weekend. It was fantastic to see you up. Nou, dankjewel Emma. Ja, dit was dus weer mensen. Ik hoop jullie genoten hebben, ondanks dat er geen geluid was bij het laatste deel van de career mode. Sorry, ja, ik weet niet wat er aan de hand was. Hopelijk dat het niet meer vaker voorkomt. Ben je nu het kanaal niet meer? Wekelijkse afleveringen van F1 2019 en binnenkort ook F1 2020 de career mode zien. Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een like en belletje op aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat beter kan moet worden. Of als je zegt, hey, toffe video, ik heb genoten van de schrijven met Verstappen. Spam de comments gewoon vol, ik reageer altijd terug. En dan zou ik zeggen, een fijne dag nog verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 de career mode. We gaan verder in Mexico.